Jelle, ik weet totaal niet aan wat ik mij moet verwachten. Wat gaan wij doen? We gaan uw oogbewegingen gaan tracken met deze bril. Dus terwijl u met uw wagen rijdt, kunnen we perfect volgen waar u naar, op ieder moment naartoe aan het kijken bent. Ja. Het belangrijkste is, probeer zo natuurlijk mogelijk u te gedragen in uw wagen zoals u een normale autorit. Mag ik de radio aanzetten, bijvoorbeeld? Ja. U mag de radio aanzetten als er iemand u opbelt. Mag u opnemen, net zoals een gewone autorit. Ja, voor de rest vind ik het wel heel geheimzinnig. Ja, dat is de bedoeling. Oké, ik ga dat doen. Je mag die bril op je hoofd zetten. Ja, de zon goed schijnt, dus dat is ideaal. Een beetje een zonnebril. Hè? Dan gaan we nu gaan kalibreren. Oh, jij ziet wat ik zie. Je gaat naar de oprit rijden van de autostrade, richting Kortrijk. Mm-hmm. En de tweede afrit, kruis Houtem. Rijdt u af? Ja, we zijn vertrokken. Hè? Hallo, mijn Brit. Hey, met Sven Pichal. Ja, ik dacht, ik bel eens. Het is echt wel lang geleden dat ik jou nog gezien heb. Hè? Want ik zie jou altijd zo tussendoor maar even. Maar ik dacht, ik ga eens even gewoon bellen om bij te praten. Oh, dat is zo gemeen. Wat? Wat is er? Hoe gaat het met de bijtjes, Brit? Oh, echt waar? Leid me niet af, Sven. Dat is echt gemeen wat jullie aan het doen zijn. Hoe gaat het met de bijtjes? Ja, heel goed. Oh, echt. Ik had die een test zo slecht hebben gedaan. Oh, echt waar. Bellen en rijden, ook al is dat hands-free. Dat is echt niet oké om te doen, hoor. Wat was dat, zeg? Voilà, dan is het praktische gedeelte van de test afgelopen. En mag je nog ons volgen naar een kort computerexperimentje waar we enkele zaken nog gaan testen. Ah, ik dacht al dat zo'n test ging zijn. Jito. Komt er eigenlijk gewoon op neer. Je krijgt foto's te zien van autostrades. De helft ervan is van een plaats waar je gepasseerd bent. De helft van een plaats waar je niet gepasseerd bent. Ben ik er gepasseerd, is het hier? Ben ik er niet gepasseerd, is het hier? De bedoeling is om op je buikgevoel te reageren. Ben ik hier geweest? Nee. Heb ik dat gezien? Dat zijn weer die windmolens, hè? Ik ben wel... Ja, jawel, je bent daar geweest. Dat weet ik wel. Ik heb het gevoel dat ik me aan het drukken ben. Nee, daar ben ik niet geweest. Of wel? Wel. De Madame. Met Anja Daams, Catherine van Doorn en Brit van Marsenille. Radio 2.